Hallo, mijn naam is Kim en ik ben programmeur bij Focus Film Theater. Mijn collega Thomas en ik geven wekelijks onder het label Focus Thuisbezorgd tips uit het aanbod van Pickle. Dat is een online filmplatform. Nou, deze week buigen wij ons over het Aziatische deel van het filmaanbod. En ik heb dus de gelegenheid aangegrepen om mijn Japanse kimono aan te doen. Ik wil het namelijk graag hebben over de film, of de Japanse filmklassieker Tampopo. En die gaat over noedelsoep. Noedelsoep. En dat is wellicht bij jullie ook een bekend fenomeen. In mijn huishouden wel. Ik heb hier een paar pubers rondlopen. En hoewel ik iedere dag probeer om daar een kiwi of een appel of een banaan bij naar binnen te praten, is dit volk toch meer van het gemaksvoedsel. Denk aan tosti's, maar denk ook vooral aan noedelsoep. Overigens denk ik dat die noedelsoep is met wat opvrolijking van prei, courgette of taugé een prima lunch hoor. En dat ziet er dan zo uit. Inmiddels is deze instant noedelsoep variant ook in Nederland uitgegroeid tot een redelijk populair voedselsoort. Maar in Azië is de noedelsoep een soort primaire levensbehoefte. In landen als Japan en China wemelt het van de noedelsoeptentjes waarin grote pannen bouillon de hele dag staan te pruttelen. Normaliter, ik weet niet hoe dat nu in de coronatijd zit, maar normaliter is het in de betere soepzaak een komen en gaan van slurpende klandizie. Nou, probeer noedels maar eens geruisloos naar binnen te werken. En je moet wel slurpen, want snijden is ten strengste verboden. De hele mythologie van het bereiden en eten van noedelsoep is in de verrukkelijke culinaire klassieker Tampopo uit 1985 gevat in een raamvertelling. Nou, de hoofdverhaallijn gaat over titelheldin Tampopo. Die probeert uit alle macht een ramenshop van de grond te tillen. En ramen, dat zijn dus de Japanse noedels. Haar welwillende klandizie is het echter over één ding eens. Tampopo is echt heel knap. Maar koken kan ze voor geen meter. Gelukkig komt er hulp uit onverwachte hoek. De robuuste trucker Goro met zijn hulpje nemen haar mee op een epische ontdekkingstocht naar de perfecte noedelsoep. En onderweg maakt regisseur Yuzo Itami in geweldige korte vignetten uitstapjes naar allerlei aspecten van het fenomeen voedsel. En het begint al voor de aantiteling. In een korte scène waarin je een gangster, zijn liefje en zijn gevolg in een bioscoopzaal ziet. Met voor zich een plateau vol met heerlijke voedselhapjes voor tijdens de film. En deze gangster wordt heel erg boos op een bezoeker als hij hoort dat die bezoeker chips aan het eten is. Nou, dat is voor veel bioscoopbezoekers waarschijnlijk wel een herkenbare scène. Nou, diezelfde gangster en zijn liefje die keren later in de film nog terug in een hotelkamerscène waarin ze heel inventieve dingen doen met allerlei etenswaren zoals slagroom en garnalen. Tampopo is echt een heel erg leuk film, met veel liefde en plezier gemaakt. Eet er een kommetje noedelsoep bij en vergeet niet te slurpen.